Hier zijn we weer. Vijfde week. Tweede sessie. Vorige keer hebben we vooral op een stoel gewerkt. Vandaag gaan we met een pittenzakje werken. Een pittenzakje, als je dat hebt, mag je dat gebruiken. Als je dat niet hebt, kan je even goed. Wat mag je van mijn part gebruiken? Een handdoek. Wat heb je nog? Warm waterkruik. Of iets anders. Iets met een zakje met zand in. Maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit, slijter. Wel dat je daar wat mee kan gooien en dat je daarmee kan bewegen. Goed. Als je dat nog niet hebt, zoek dat. Of je hebt dat ergens liggen, maar je moet het nog gaan halen. Druk even op pauze. Dan kan je het pittenzakje gaan halen en dan kan je daarmee verder. Hebben we straks pas nodig. Vandaag beginnen met de opwarming. En die is als volgt. We gaan beginnen met squat opwarming. En je gaat, ofwel ga je je stoel gebruiken. Je kan, we hebben de oefening al gedaan. Maar je kan het ook zonder stoelen dat je begint te squatten. Gewoon 10 keren, hup, op en neer. Heen en terug. Check. Heb je toch moeite om ergens evenwicht te hebben of houden, dan neem je een stoel vast en doe je zo verder. Dat doe je bijvoorbeeld 10 herhalingen, 15 herhalingen, 20 herhalingen. Bouw je terug af naar 15 en terug naar 10. Dat is een hele goede opwarming om te doen. Al je spieren worden getraind en je wordt uitgedaagd. Oké? Okay? En dan beginnen we het pittenzakje boven te halen. En dat pittenzakje gaan we als volgt gaan gebruiken. Ik ben misschien een klein beetje te snel, dus nog even voor alle duidelijkheid. De squat oefeningen doe je aan 10 herhalingen, dan 15 herhalingen, dan 20 herhalingen. Bouw je terug af naar 15, terug naar 10. En telkens 30 seconden rust tussen. Ideale opwarming. En zorg dat die squat oefening die we al een paar keer gedaan hebben, dat je die correct uitvoert, dus billen naar achter. Buikspieren opspannen en rechterrug. Goed? Met of zonder stoel kies je zelf, dat voel je jezelf het beste aan. Nu, dat pittenkussen, waar gaan we vandaag mee werken? Even snel kijken wat ik opgeschreven heb. Dus we gaan beginnen met het overbrengen van het pittenkussen van de ene arm naar de andere. Hop. Zo terug, schouders gaan bewegen. Andere kant, yes. Oké. Okay. En daarmee doe van links naar rechts. Stel daar tijd op in, doe dat ongeveer minimum 20 seconden tot 40 seconden en eventueel zelfs een minuut. Dat je daar dat kussen constant doorgeeft. Dan maak die bewegingen maar goed groot, van links naar rechts. Hup, en dat kussen gaat ervoor zorgen dat die schouders, dat die schouderspieren getraind worden. Is dat de eerste keer dat je zoiets doet, begin met 20 seconden, meer dan voldoende. 3 keer naar elkaar, meer dan voldoende. Goed. Als je dat gedaan hebt, 3 keer naar elkaar, wat ga je dan doen is, je gaat het kussen beginnen gooien en vangen. Heel simpel, kijken naar dat kussen en vangen. Stukje oog-handcoördinatie en terug. Goed, je mag al eens proberen om je ogen toe te doen. Hop. Als dat niet lukt, kijk. Blijven oefenen, hop. Dat is goed voor je oog-handcoördinatie. Waar is een oog-handcoördinatie in het dagelijks leven ook goed voor? Is op het moment dat je iets gaat opnemen. Hop, hop, oprapen. Oei, oprapen. Dan kan je daar je op instellen. Hop. Oh. En dat je kijkt van oké, okay, goed. Yes. Oké. Okay. 20 seconden, half minuut, meer dan voldoende. Nu, we gaan ook weer de benen wat extra trainen. We zijn natuurlijk al wel een stuk opgewarmd door de squat. Maar met het pittenkussen kan je ook het volgende doen. We gaan lunchen. Ik kan ook weer zeggen, ik ga de stoel gebruiken als extra steun. Maar je kan ook zeggen, ik ga lunchen, ik stap uit, ik draai dat kussen erdoor en terug. Andere kant, erdoor en terug. Hop, andere kant, hop, en terug. Eerst de voet zetten, niet te snel. Dus ik wil eerst dat je zorgt dat je stabiel staat, dan het kussen erdoor draait en zo terugkomt. Niet te snel willen gaan, gewoon gecontroleerd gaan bewegen, hop, en terug. Als je dat sneller wilt, doe je dat snel, erdoor en terug. Hup, en terug. Oké? Okay? Je kan combinaties gaan maken, dat je zegt van kijk, uitstappen, draaien, rond mij en terug. Uitstappen, draaien, rond mij en terug. Oké, okay, dan zoeken we daar oog-handcoördinatie. Coördinatie, altijd heel belangrijk, altijd heel goed. Naar dingen goed kunnen blijven vasthouden. En daarmee aan de slag gaan. 20 seconden, 30 seconden, 40 seconden. Dat 3 keer na elkaar. Meer dan voldoende.
zodanig dat je daar meer in beweging komt. Ook een leuke is dat je zegt van kijk, hier ga ik de stoel even voor nemen. Ook weer hier, om dingen, dat je nog gewoon hebt van dingen op te rapen. Dus je blijft bijvoorbeeld zitten op een stoel, je gooit dat weg en je probeert dat op te rapen. Dat lijkt heel simpel, is gewoon weg, helpt je om die mobiliteit rond dat heupgewricht een stuk terug te gaan verbeteren. Andere kant. En terug. Goed. Met een stoel is al een eerste tussenstap. Je kan het ook heel simpel doen. En zeggen, en plots had ik een ander t-shirt aan. Hoe komt dat? Ja, mijn camera was uitgevallen. En ik moest opnieuw beginnen. En ik had door dat ik een ander t-shirt moest aandoen. Dus bij deze. Goed. We waren bezig met het pittenzakje. Een van de oefeningen die we nog gingen doen was het volgende. Dus je hebt dat pittenzakje. En eigenlijk een heel goede oefening om dat, het volgende te doen is die op de grond te gooien en die op te rapen. Dus ook wel door je knieën met een rechte rug. En dan leer je om je terug om op en neer te gaan bewegen, om dingen terug op te rapen. Hè. Dus gooien, terug neer, terug op na, oprapen. Met beide voeten op de grond. Probeer ook zo'n recht mogelijke rug te houden. Hè. Zo recht mogelijk. Hup. Terug leren oprapen, dingen leren opnemen. Dus niet beginnen. Geen gebogen rug, maar vooral rechte rug. Hup. En terug. Goed, ook weer een squat vorm zoals we die al een paar keer gedaan hebben. Je kan dat 10 keer doen en dan weer een andere vorm. Nu, dat pittenzakje, hè, dat heb je op de grond gegooid. Je kan dan ook zeggen van, we gaan eens proberen van dat op één been te doen. Wat je dan zou kunnen doen, is dat je zegt, we gaan dat inderdaad op één been doen, oprapen en terugkomen. Of, je gooit die, je neemt je ergens aan vast, aan een stoel bijvoorbeeld, en dan probeer je dat op te rapen en terug. En dan wissel je van been. Stabiliteitsoefening en tegelijkertijd een oefening om kracht in je benen te hebben, als ook weer knieën wat meer te gaan buigen. Hoeveel keren? 10 keren, wissel dat links en rechts af. Linkerbeen, rechterbeen. En dan heb je zeker meer dan voldoende getraind. Je ziet, het zijn niet alleen oefeningen om je echt sterker te maken, maar gewoon die dagelijkse beweging, om die telkens wat opnieuw gaan te doen, is gewoon heel belangrijk. Dat pittenzakje kan je gaan vervangen, zoals ik al gezegd heb, en kan je ook op andere manieren gaan gebruiken. Nu, ik ga nog even snel een matje boven halen. Een matje boven halen. Als je dat pittenzakje dan toch hebt en je wilt je buikspieren bijvoorbeeld mogen wat trainen, kan je zeggen van oké, ik ga op mijn mat liggen. Ik leg mijn benen in de lucht en ik leg dat zakje op die benen en ik kom terug. Heel simpel, benen in de lucht en altijd een beetje recht komen en terug. Niet gewoon gaan opleggen, want dat gebeurt er niet veel. Oprapen en terug. Is dat te moeilijk voor jou, dan leg je je benen gewoon op de grond. Zakje erop, terug, hup, en terug nemen. Het is ook al voldoende een oefening voor de buikspieren, heel gemakkelijk om te doen. Heb je steun nodig onder je hoofd, dan kan je dat doen met een extra kussen of ergens op te leggen. Dus hup, neerleggen en terug. Hoeveel keren? 3 keren 10 herhalingen met telkens een half minuut rust tussen. Meer dan voldoende. Dus echt zorg dat je dat pittenzakje erop legt, recht komen en terug. Altijd een klein beetje met de rug van de grond komen, zodat die buikspieren werken. Voilà. Dat ik jij nog een stretchoefening zien. En dan zijn we weer rond voor vandaag. Ik hoop dat jullie er weer wat aan gehad hebben. En nu tijd voor een stretchoefening. Een hele goede stretchoefening die je kan doen is je volledig gaan uittrekken. Steunen op je tenen, armen in de lucht. En alles volledig eens een keer uittrekken, zodanig dat je alles goed voelt trekken. Armen naar beneden brengen. Gecontroleerd blijven. Spanning houden. En dan terug. En dan eventueel terug omhoog. En terug naar beneden. Is dat op die tippen staan te moeilijk? Dan blijf je gewoon op beide voeten staan. Volledig uittrekken tot boven. Spanning op die armen houden. En zo terug. Zo rek je alles eens volledig uit. Doet altijd deugd. En dan
kom je op adem via de ademhalingsoefeningen die we al een paar keer gedaan hebben. Goed, we zien elkaar binnen een paar dagen terug. Geniet nog van, hopelijk, als je dit kijkt, het mooie weer. En tot binnenkort. Bye bye.